Yo, beste kijkers! Weer een nieuwe vlog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal en een blauw duimpje achter. Een reactie hieronder in de vlog, hè? Vandaag hebben we beschuit met gestampte muisjes nogmaals. Omdat ik mijn YouTube-kanaal ben, die andere weg is. Dus ik heb eventjes nieuw aangemaakt, sowieso weer. We gaan door. Dus dit werd even aangevraagd door Luca. Nou, Luca, kijk maar even gezellig mee naar de review van beschuit met mijn gestampte muisjes. Hartstikke idee. Sowieso. Nou, zoals jullie zien, het is gewoon een beschuit van Little Air. Die heb ik hier gewoon gratis hier weg. Die krijg ik gratis, dus het komt altijd mooi uit. Of niet dan, sowieso. Rivercoat beschuit naturel 30 stuks met handige inkeping. Even kijken. 125 gram. Kijk maar. Knapperig en bros. De streepjescode is 2001 grote spatie 3233. Sowieso. Nou, verder is het geen mooie verpakking, gewoon hele saai. Zoals jullie zien, heel saai. Beschuit met jam erop. Ja, dat vind ik niet zo lekker, maar hier open heb ik hem geopend als het ware, daarboven. En nu gaan we door naar de gestampte muisjes. Van de Ruiter is dat dus 230 gram, zoals jullie zien. Even kijken, 230 gram, hartstikke idee. Met de Ruiter kunt u elke dag genieten van een breed assortiment smakelijke producten. Ze hebben ook deze merk in chocolade, vlokkenmelk en puur, en chocolade hagelmelk en puur, vruchtenhagel, anijshagel, gestampte muisjes. Deze dus, vlokkenfeest, dat is de... Dat is bruin-witte vlokken, blauwe-witte muisjes en roze-witte muisjes. Kijk maar. Dat is hem. Mooi. De streepjescode, waar staat die? Eronder. Dat is 8 grote spatie 710496 grote spatie 976650. En dan een pijltje dikatuut. Even kijken. Feestelijke traditie sinds 1860, kijk maar een mooie gouden logo. Doet me een mooi goud bierblik denken eigenlijk. Kijk, al ruim anderhalve eeuw is koninklijk de Ruiter de broodversierde van Nederland. Een stukje geschiedenis waar we trots op zijn. 1860, C.R. de Ruiter opent een banketbakkerij in Baarn. En start de productie en verkoop van geboortemuisjes. En dan 1883, benoeming tot hoofdleverancier door Koning Willem III. En dan in 1985. Een aantal oudere dames bracht de Ruiter al snel op het idee om de muisjes die zij te hard vonden voor hun gebit in een vezel fijn te maken. En dan 2000. En dan Peter Ruiter en zijn zoon ontvangt het predicaat koninklijk. 2003 was er een. Dat was een zware. Een oranje verpakking zoals jullie zien hier. Even kijken. Ook de geboorte van prinses Catharina Amalia is gevierd met oranje muisjes. En oh, dat zijn oranje met witte muisjes. Oké. Dat wist ik niet. Even kijken. En dan 2010. De Ruiter bestaat 150 jaar. Dus hij bestaat 150 jaar toen. 2010. Even kijken. Het is als het ware... Ja. Even zien hoor. Dat wist ik soms nog wel. Die rood met oranje muisjes. Nee, dat kan ik nog wel herinneren toen. Ja, dat klopt nog wel. 2003, toen was ik er al. Dat kan ik nog wel herinneren. Ja, nee, maar in ieder geval, dit zijn gestampte muisjes zoals jullie zien. Hele oude foto's staan erop. Kijk maar, hartstikke idee. Even zien. Nou, dan gaan we even proeven hè. Eet smakelijk! Het stuift alle kanten op met het wind. Nou, het is wel lekker cool hier hoor. Het is echt heerlijk. Het is echt weer lekker, sowieso.
Nog even één hapje. Lekker hoor. Alleen het plakt zo die muisjes, dat is wel vervelend. Nou Luca, ik geef dit een dikke 10 plus, want ik vind deze verdomd lekker. Hartstikke idee. Dus die mag er wel wezen, hè? Jawel. Een dikke 10 plus, Luca. Hartstikke idee. Ja, ja. En Jarmo Bauma wil ik ook even feliciteren trouwens met zijn verjaardag vandaag. Gefeliciteerd Jarmo. En nog vele jaren erbij. Hartstikke idee. Oh, sterke kerel. Even kijken. Zo gaan we nog even wat aanvraagjes, wat groetjes doen. Even hè. Hier. Dylan wil even de groet naar Robert Strulaert doen. Bij deze de groetjes even. En zo wil ik Mike Gorter, Joey Gorter, Ryan Gorter de groetjes doen. En Winston Drent ook even de groetjes doen, hun grote vriend. Dus bij deze de groetjes en wat leuk dat jullie bij mij op camping zijn. Echt, we zien elkaar elke dag. Dat is echt gaaf. Nee, ik vind het echt gezellig dat jullie hier zijn. Echt. Dus weten jullie ook waar ik woon nu? Dus, ja, ja. En Niels Otters wou even de groet naar Rijk Sikkens doen. En Rijk Sikkens... Oh nee, dat is weer een beetje fout. We moesten even op andere bladzijden. Nee, maar deze de groetjes even. Ja, ja. En zo heb ik nog even weer bij de andere groetjes ook even van... Die vaststaan. Even kijken. Even zeer. Zo wil ik Seppe even de groeten doen. En Sam Cox ook even de groetjes. En even weer een vraag. Dat er iemand is die een meid kent. Of zelf een meid is die een foto wil maken van haar benen. In een shortbroekje voor mijn energy drink ontwerp. Omdat ik eigen energy drinkblikken en flessen ontwerpen ga. Dus ja, nog steeds niet mijn eigen wens gevonden. Dus kennen jullie of een meid of is iemand van jullie een meid die een foto zou willen regelen of zelf maken en sturen? Met de benen, de bovenbenen, dan zou het altijd welkom wezen. En ook zeggen dat mijn fans ook een foto mogen uitkiezen en een eigen energy drink naam mogen uitkiezen. Plus, jullie mogen ook een eigen fles uitkiezen waar ik het op ga ontwerpen van mijn fans. Sowieso. En nu had ik nog even een vraagje over een reclameman. Jullie kennen ommers de Albert Heijn reclame wel. Nu hoorde ik gisteren dat hij ook in een cruise reclame speelt. Zijn naam is Harry Piekema. Dat was die voormalige... supermarktmanager op tv van Albert Heijn, Harry Piekema. Ik weet dat jullie die kennen, die hele grappige man. En die was wel heel gaaf. Hij lijkt wel een beetje mijn tweelingbroer, vind ik zelf. Qua kapsel en zo een beetje. Maar dat mijn oudere tweelingbroer. Mooi. Nee, maar in ieder geval, weten jullie toevallig, ja. Waar die in speelt nu, in welke reclame? Ik hoorde van mensen dat hij nu in een cruise reclame of zo speelt. Ik weet het niet hoor, maar dat hoorde ik toevallig. Dus ja, zo ben ik nog even aan het zoeken. Dus ondertussen naar mijn social media. Daar ja, nog even kijken. Maar ik spaar namens Energy, spaar ik ook bierblikken. Maar alleen, echt alleen gouden bierblikken. Geen Amstel of Heineken. Zoals de goedkope van de Albert Heijn, die ik gisteren had. Die spaar ik. De Schuttenbrouw ook, die zijn ook welkom. De Franciscaner Wijsbier, de Hertog Jan, die zijn tegenwoordig ook goud. En als jullie nog meer gouden bierblikken weten, app me dan even sowieso op het nummer 06211-93657. Hartstikke idee. En ook wil jullie met mijn live gezellig met chat appen. Mag je het ook op het nummer doen, op het nummer 06211-93657. Altijd welkom, altijd, sowieso. En de groep wordt laat pas als ik meer vertrouwen heb opgebouwd vanwege rottige haters. Maar daar trek ik me niks van aan, hartstikke idee. Dus op het nummer 06211-93657. En Facebook is Pieter Visser, voeg me daar ook even op toe. Met de profielfoto als blikvanger waar ik in zit. En Snapchat is Pieter Reviews. Dus ik zou zeggen,
voeg me daar ook toe. En op Instagram natuurlijk ook pieter.visser.752487. pieter.visser.752487. Nou, ik hoop dat jullie deze review weer hartstikke mooi vonden. En tot de volgende video. Hey, later!